Zo, even telefoon tussendoor. Dan pakken we de draad weer op. In vers 14. En toen hij er alles doorgebracht had, dus dat hele geld is op, kwam er een zware hongersnood in dat land en begon hij gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. De grootste vernedering die je een Jood zich maar kan voorstellen. De wet van Mozes verbood ook, althans in de uitleg van de rabbijnen, om enig voordeel te ontlenen aan varkens. En daar werd wel een slimme truc voor gebruikt trouwens. Want een Jood mocht wel een partnerschap aangaan met een niet-Jood om samen een bedrijf te hebben. Waarin de Jood dan bijvoorbeeld alleen maar de geldschieter was. En de niet-Jood dan zorgde voor die varkens. Maar goed, hij mocht dan zelf niet iets doen, rechtstreeks, om het welzijn van de zwijnen, van de varkens te bevorderen. Maar hij mocht wel via zijn partner voordeel hebben van bijvoorbeeld het geld dat hij erin gestoken had. En op die indirecte wijze konden Joden wel degelijk betrokken zijn bij het fokken van varkens, het leveren van varkens aan de Romeinen die dat graag aten. Maar deze man stuurt hem naar zijn akkers om de varkens te weiden en daar krijgt hij heel weinig loon voor. Dat is zo'n beetje het laagst denkbare baantje wat er maar is. En dan zie je ook in vers 16 dat hij honger krijgt en daarna verlangt om zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten. Aardappelschillen en wat er verder allemaal. Nou, ze zullen geen aardappels geweest zijn. Ja, maar de schillen van groenten, de buitenste bladeren, de vieze etensresten die voor mensen onappetitelijk zijn. Die dan aan de varkens werden gegeven. En niemand gaf hem die. En dat is wel weer mooi. Want dat betekent dat die jongeman zich dat ook niet zomaar toe-eigent. Hè. Hij wacht dus keurig tot hij wat krijgt. En nou ja, er is niemand die hem wat geeft. En dat is het moment in vers 17. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, dan komt hij tot zichzelf. Dus dan beseft hij weer wie hij eigenlijk was of bedoeld was te zijn. Nou, een van de beide erfgenamen van die vader in die boerderij, dat was hij voorbestemd om te zijn. Dat was hij. En hij was een Jood die leefde op het Joodse land. En dus gebonden was aan de Torah enzovoort. Hij komt tot zichzelf dus in de zin dat hij weer beseft wie hij is of zou moeten zijn. En van daaruit kijkt hij concreet naar zijn eigen omstandigheden, vergelijkt dat met de situatie bij zijn vader thuis. En hij ziet zichzelf dan bij die vader in de laagst denkbare positie die vader hem mag geven kan. He, wat een uiting is van zijn nederigheid en van zijn schaamte. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij: hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van honger. Tussen haakjes, dus beseffen wat zijn identiteit is, hangt hier onmiddellijk samen met het besef dat hij thuis in overvloed had kunnen leven. En dat hij daar boven de dagloners had gestaan. Er is een theorietje die zegt, de jongen komt alleen maar tot zichzelf vanwege die hongersnood. Maar dat gebeurt met hem door middel van die hongersnood nog net een beetje meer. Want die uitdrukking nadat hij tot zichzelf gekomen was is eigenlijk rijker dan alleen maar de constatering dat hij door nood gedwongen terugging naar zijn vader. Nee, hij komt tot zichzelf, beseft wie hij is. Maar wel in die concrete context. Hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed? Zelfs zij hebben brood in overvloed en ik kom om van honger. En dan het besluit in vers 18. Ik zal opstaan. Hij ligt hier nu als het ware. Hij ligt in de modder. Hij is volkomen vernederd. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Dat is het tweede. Hij zal het toch van die vader gaan verwachten. En dan gaat hij iets tegen hem zeggen. Dan komt er een belijdenis. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Gezondigd tegen de hemel. Omdat die hemel, omdat God van hem verlangt dat hij in een goede relatie met vader en zoon, vader en broer, door het leven heen gaat en dat hij gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het bedrijf, voor het boerenbedrijf draagt. En tegenover u, want hij heeft erop aangedrongen dat die vader als het ware dood voor hem is, letterlijk, want hij verbreekt de relatie en figuurlijk, omdat hij die erfenis alvast uitbetaald krijgt. Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u, dus werkelijk waar, die vader heeft hem dat wel uit genadigheid mogelijk gemaakt. Maar het is desalniettemin een zonde.
En ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Ik heb die positie echt verloren. Dat is een onderdeel van dat zondebesef. Ik heb een fout begaan en daardoor heb ik mijn positie verloren. En dat is letterlijk zichtbaar in de omstandigheden waarin hij in dat vreemde land is. En dan is het enige verzoek wat hij kan hebben, dat is het vierde element, maak mij als een van uw dagloners. Hè. Tenminste is dan zoiets als een relatie hersteld. Hij is weer op de plaats waar hij thuis hoort. Hij is daar weer zichzelf. Maar hij kan niet meer de positie claimen van de geliefde jongste zoon. En dan vers 20, het beslissende moment. Hij stond op en ging naar zijn vader. Hij doet ook wat hij hier zit te overwegen. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, en nou zie je dat hij eigenlijk een held van het verhaal die vader is. Hè? En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. Dat kan alleen maar als die vader daar over die velden heen uitkijkt naar die zoon om te kijken of hij zou kunnen terugkomen. Want anders is die vader wel met bezigheden op het land aan de gang. Zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen. Dus tegenover die zoon die weer tot zichzelf komt, staat die vader die met innerlijke ontferming bewogen is. Innerlijk, hier bijna letterlijk, lichamelijk, tot in zijn ingewanden beroerd van wat hij daar ziet. Zo ontroerd is hij. En hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. Hè, zoals Esau bij Jacob dat doet in Genesis, 3 of 34. Hij snelt hem tegemoet, hij wacht niet arrogant en trots af van wat gaat die zoon nou tegen hem zeggen. Hij begrijpt wat er gaande is. Die zoon keert thuis en dan loopt zijn hart van liefde over. En hij snelt hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En dan begint die zoon te vertellen wat hij zich had voorgenomen. En de zoon zei tegen hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. En dan had hij nog willen zeggen, maak mij als een van uw dagloners. Maar die vader die onderbreekt hem, men stelt zich dat wel zo voor dat hij op dit moment hem om de hals valt en hem kust. En die zoon kan helemaal niks meer zeggen, ook niet meer van eigen ontroering. Dus die zoon moet je je voorstellen, die zegt dat tegen hem, terwijl zijn vader die laatste stappen zet in zijn richting. En dan begint hij dit allemaal te zeggen en op het moment dat de omhelzing plaatsvindt, slikt hij die laatste woorden in. Dan krijg je dat belangrijke maar van vers 22. Maar tegenover deze zondebelijdenis van de zoon. Maar de vader zei tegen zijn slaven, die knechten dus, die anderen nog dan die dagloners. Die slaven die wonen bij die vader en oudste zoon in. Die horen bij zijn huishouding. Dat zijn knechten die geen zelfstandige status hebben. Terwijl die dagloners van de markt af een eigen gezin ergens hebben, eigen woning ergens hebben. De vader zei tegen zijn slaven, haal het beste gewaad tevoorschijn. Bij die nieuwe identiteit, of die hervonden identiteit van de zoon, hoort weer die kleding. Ook weer een beetje richting Jacob denken. Het beste gewaad, dat kleed wat Jacob aan zijn zoon Jozef gaf. Trek het hem aan, hoeft het niet eens zelf te doen. Hij wordt hier koninklijk behandeld. Geef hem een ring aan zijn hand. Dat is de ring die de status duidelijk maakt van de zoon. En sandalen aan zijn voeten. De jongen is dus blootsvoets daar aangekomen. En nu krijgt hij sandalen. En dan komt er nog een feest ook. En breng het gemeste kalf. Bij dat gemeste kalf mag je denken aan Leviticus 16. De offers die daar voor de hoge priester gedaan worden. Bestaan onder andere uit een gemest kalf. Uit een kalf in ieder geval. Dus dit is het kalf van de verzoening zou je kunnen zeggen. En slacht het en laten we eten en vrolijk zijn. Dus daar moet wel iedereen aan hebben meegegeten, want anders is dat kalf een beetje veel. Voor een vader en twee zoons is een kalf wel erg veel om te gaan eten. En dan komt de motivatie in 24. Want deze, mijn zoon, dus dat is een deze, net als de fariseeën gebruikten voor Jezus, maar dat mag alleen maar als er dan een term achteraan komt. Deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. En hij is als het ware van die daar, van deze, die man, is hij weer zoon geworden. Hij was dood en is weer levend geworden. Zoals die zoon als het ware de dood van zijn vader anseneert, althans in de verbeelding, door zijn erfdeel te vragen. Zo is die zoon als het ware gestorven voor die vader door te vertrekken naar het verre land. Maar die zoon is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden, zoals de penning en het schaap.
en ze begonnen vrolijk te zijn. Dan begint al een aardig feestje op gang te komen. Zijn oudste zoon die was op de akker, die is maar aan het werk, met wrokken in zijn hart dat die jongste zoon het verbruikt heeft en dat hij daardoor al het werk in zijn eentje moet doen. Zoals die fariseeën dat dachten, hè, wij moeten die hele dienst voor God, de God van Israël, dragen, omdat al die anderen, die tollenaars en de zondaars, het verbruikt hebben. En wij krijgen de gevolgen te dragen van hun zonde. Dus die oudste zoon loopt daar niet erg blij rond. En toen hij dichter bij huis kwam, aan het eind van de dag vermoedelijk dan, hoorde hij muziek en rijdans. Dus daar is echt een gigantisch feest. Alleen maar muziek horen, ja, dan moeten muzikanten ingehuurd zijn. En rijdans, dus dat wordt uitgebreid. Gedanst zelfs. En nadat hij een van de knechten bij zich geroepen had, let wel, hij loopt dus niet het huis binnen om daar te vragen wat is er gaande. Dan roept hij een knecht, dus hij staat buiten, hij wil daar helemaal niet bij zijn al. Nadat hij een van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. En deze nu zei tegen hem, nou dat is een deze, hè, zo'n knecht, die heeft verder geen naam. Deze zei tegen hem, uw broer is gekomen en uw vader heeft gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Nou, die knecht weet dus perfect wat er aan de hand is. De broer is teruggekeerd. Hij zegt niet, er is iemand gekomen, ik weet niet wie dat is. Het gemeste kalf is geslacht op gezag van de vader. En daar is een reden voor en die reden kent hij ook. Dus 28, de reactie dan van de oudste zoon. Hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. God zoekt die fariseeën ook op om ze aan te sporen om in dit feest mee te gaan. Maar hij antwoordde, zoals de fariseeën Jezus hebben geantwoord. Hij antwoordde en zei tegen zijn vader, zie, ik dien u al zoveel jaren en heb nooit uw geboden overtreden. Ik hou me zo nauwkeurig aan uw regels. Doe alles goed. En u hebt mij nooit een bokje gegeven om, wat, samen feest te vieren? Nee, om met mijn vrienden vrolijk te zijn. De fariseeën wilden als het ware, zegt Jezus hier bij implicatie, die wilden een feestje voor zichzelf hebben. En die hadden in feite ook de relatie met die vader verbroken. Ze waren weliswaar niet naar een ver land gegaan, maar ze waren op de boerderij zelf eigenlijk alleen maar met zichzelf bezig geweest. En zoals de fariseeën eigenlijk alleen maar met zichzelf bezig waren. Vers 30, maar nu deze zoon van u gekomen is, dus niet zijn broer, maar deze zoon van u, wat afstand suggereert, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft. Slechte vrouwen, zegt een MBG, er staat gewoon letterlijk hoeren. Een heel pejoratieve term voor prostituees. Maar zo boos is hij, en dat vermoedt hij van zijn zoon, daar zit misschien een eigen fantasietje van hem bij. Er staat alleen maar losbandig leven in vers 13, maar hier is het uw bezit. Ook dat was eigenlijk niet eens waar, want dat is het erfdeel van die zoon. Uw bezit met hoeren opgemaakt heeft. Hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht? Hoe is het mogelijk dat deze verloren zoon het beste van het beste krijgt? En dan zegt de vader tegen hem, en hij zei tegen hem, vers 31, kind, dus hij herinnert weer even die oudste zoon aan de status waar het wezenlijk om gaat. Kind ben jij, je bent net zozeer kind als jouw broer. Jij bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. Je hebt immers de 2/3 gekregen. Die jongste is met 1/3 weggegaan. Maar jij hebt 2/3 gekregen. Dus alles wat die vader het zijne kan noemen op grond van vruchtgebruik, dat is letterlijk het eigendom van die zoon. Al het mijne is van jou. God heeft de Torah aan de fariseeën, aan Israël, aan de schriftgeleerden gegeven. Alles wat de vader heeft, dat is al van hen. Het enige wat de fariseeën ontbreekt, is die vreugde over de jongste zoon. Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou, hij herinnert er even aan, dat het niet, vers 30, deze zoon van mij is, waar die oudste zoon het over heeft. Dit is jouw broer, jij zou het je moeten aantrekken. Deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Dus diezelfde woorden herhaalt hij dan in vers 32, die hij ook al sprak tegen de slaven. Daarmee zijn de fariseeën aangeklaagd voor hun gebrek aan waardering voor de missie van Jezus onder juist de tollenaars en de zondaars. Wat de jongste zoon deed in de eerste fase is te vergelijken met wat de tollenaars deden. Ze maakten als het ware de bezit, de zegen die ze van God gekregen hadden, maakten ze op, die verkwisten ze daar.
En de tweede fase van de jongste zoon is te vergelijken met wat die zondaars, dus aanhalingstekens, doen. Dus die grote groep van mensen die de Torah niet houden, maar bijvoorbeeld omdat ze in armoede leven of de Torah niet kennen en door de fariseeën ook worden buitengesloten. Dat is de sterke kant van Lucas 15. Daar zit natuurlijk ook nog een mogelijkheid aan. Daar hebben wij de vorige keer wat minder over gesproken. Maar de mogelijkheid aan vast om na te denken over wat het betekent om thuis te zijn, om thuis te komen. Dat zit hier zeker wel in. Maar daar moeten we maar eens een andere keer over praten als we de strekking van de gelijkenissen op een wat meer filosofische wijze met elkaar zullen doorspreken. Ik heb dit gemaakt voor de mensen die het nog even willen terughoren. Voor mensen die het misschien moeilijk vonden om het allemaal te volgen. Om wat voor reden dan ook. Ik hoop dat dit een bijdrage levert aan ons onderlinge gesprek. Dankjewel voor je aandacht. Tot volgende keer.